Het is hier aan het Sennegat in Mechelen dat gisteren het plan voor het beschermd natuurpark Rivierenland wordt voorgesteld. Eind april deed de overheid een oproep voor de ontwikkeling van nieuwe nationale parken in Vlaanderen, waaruit er uiteindelijk 4 moeten voortvloeien. Volgens Natuurpunt maakt het gebied dat 6500 hectare groot moet worden een grote kans. Natuurlijk, want we hebben het allerbeste park en de allerbeste kaarten op tafel. Ik heb ze genoemd, dicht bij de mensen, hoogwaardige natuur, getijde natuur, ver in het binnenland en een heel sterke coalitie van allemaal enthousiaste mensen vol natuurenergie. Verbazend genoeg komt het natuurpark in bijna volledig verstedelijkt gebied te liggen. Van Willebroek en Duffel tot over de grens met Vlaams-Brabant. Een van de steden die ook mee op de kar springt, is de stad Mechelen. In heel dat gebied wonen eigenlijk 300.000 mensen op dit moment. En als je gaat kijken, in een straal van 25 kilometer woont meer dan 2 miljoen mensen. En eigenlijk, die mensen in zo'n verstedelijk gebied hebben nood aan natuur. En die natuur heeft nood aan respect. Hè. En dus eigenlijk moeten we gaan een beetje werken als, we zijn te gast. De natuur is eigenlijk onze gastheer en wij zijn te gast in deze natuur. De mogelijke komst van het natuurpark heeft alvast geen nadelen voor de landbouwers, wat bijvoorbeeld in de Kempen wel voor discussie zorgt. Nee, we kijken niet naar het landbouwgebied wanneer we de natuur willen uitbreiden. Nee, we gaan niet actief op zoek naar landbouwgronden. Natuurlijk, wanneer dat er een landbouwer is die zijn grond echt graag aan ons natuurpark zou willen verkopen, dan natuurlijk zouden we daar wel op ingaan. Maar het is niet zo dat we de strijd aangaan met de landbouw. Dat is niet zo. Midden 2023 volgt de eventuele erkenning voor het beschermd natuurpark Rivierland.